dat professor Gerbrandy niet alleen in onze geschiedenis, maar in het hart van ons volk een plaats had veroverd, bleek uit de belangstelling op de begraafplaats Oud-Eik en Duinen in Den Haag, toen daar zijn stoffelijk overschot ten graven werd gedragen. Direct achter de naaste familie van de overledene volgden de vertegenwoordigers van koningin Juliana, prins Bernhard en prinses Wilhelmina. Met onze huidige premier professor de Quay waren er onder andere de oud-ministers van Kleffens en Welter. Het was een eenvoudige plechtigheid, zonder toespraken en zonder bloemen. Slechts één krans dekte de groeven. Een krans van de koningin en prins Bernhard, die voor mevrouw Gerbrandy en haar zoons een symbool was van de hulde en dankbaarheid van het hele volk.